duiven die blindelings huiswaarts keren. Het blijft een fenomeen dat zelfs de meest volleerde duivenpieten met verstomming doet slaan. De natuurlijke aanleg van de vogels om niet alleen hun hok, maar zelfs hun eigen sputnik en nestbak terug te vinden, is bewonderenswaardig. Het is die natuurlijke drive die Wim en Leni van der Linden ertoe heeft aangezet om hun duiven ook op een zo natuurlijk mogelijke manier te verzorgen. Dat is iets waar we altijd zorg voor dragen, dat we uitgaan van het dier zelf, respect voor het dier en enorme bewondering. Als je die duifjes ziet thuiskomen aan een vlucht van 300, 400, 500, 600 kilometer, dan moet ik wel zeggen, dan krijgen we soms de traan in onze ogen van hoe dat duifje de moed gehad heeft om op die snelheid nog naar huis te komen. Het is ook niet altijd gemakkelijk voor de duiven. Dus de weeromstandigheden zijn ook niet altijd even gemakkelijk. Als een keer wind mee is, is het iets gemakkelijker natuurlijk. Maar soms, ja, een paar jaar al, zijn de vluchten ook moeilijker. Ook door de weersomstandigheden. Dus dan is dat wel enorm bewonderend hoe dan ze naar huis komen. Ook qua motivatie en ook voor de melker zelf. Wim en Leni starten hun duivenavontuur zo rond het jaar 2000. Sindsdien spelen de gewezen LO-leerkracht en zijn zoon als tandem op de halve fond en de halve zware fond. Leni is nu ook vader van een tweejarige en ook zij blijkt al gebeten te zijn door de microben. Via mijn grootvader zijn de eerste duiven naar hier gekomen, de eerste jongsjes, dat we dan ook gespeeld hebben. Nadien, door de connectie van mijn vader, zijn ook duiven van Luc van Koopnolle hier toegekomen. Vanuit mijn job als sportleraar wou ik hebben dat hij niet alleen respect voor mensen had, maar ook respect voor dieren. Naast zijn toenmalige hobby's, voetbal, judo, heb ik eigenlijk hem ertoe geleid van via mijn vader met de duiven. Omdat ik heel belangrijk vond respect voor dieren, respect voor de natuur. En zo heeft hij dan direct ook de microben te pakken gekregen van met de duifjes te beginnen. Zelfs de dochter van Leni, die begint nu zelfs ook de duiven te wachten. De zomers, allez. Als we aan duiven aan het wachten waren, was ze hier op, aan de zetel aan het wachten. En ze hoorde mij roepen op de eerste duiven. En raar maar waar, begon ze zelf ook te roepen. En dan moest ze ook zelf te voet naar hier komen, om dan zelf de duiven te zien. En dan was ze ook zelf ook uit mee op het hok te gaan. Ondanks heel wat jeugdkampioentitels blijft Leni nuchter. Ook zijn vader blijft het duivenspel als een hobby zien. En dat is niet altijd evident in een steeds verder professionaliserende sport. Hier is puur de hobby. Iedereen wil natuurlijk goed presteren, dat is altijd leuk. Is het een keer een weekend minder of een periode minder, het zij zo. Dus dat is ook niet altijd de fout van de duif. Soms maken wij ook fouten, en waarschijnlijk meer dan mezelf denken. En dat is eigenlijk, ja, het schoon aan de hobby. Het is een sport en we proberen altijd om te winnen. Maar lukt het niet, ja, het zij zo. En dan gaan we, of we proberen toch meestal de fout niet bij de duif te zoeken, want dat is de makkelijkste manier. De duif heeft niet gepresteerd, de duif weg. Nee, wij, en dat is dan het leuke, dat je interactie vader-zoon hebt, dat we de week die gepasseerd is, dat we die evalueren om te kijken waar zouden we kunnen fout gemaakt hebben. En veelal zijn wij die de fout maken en we zullen er waarschijnlijk nog veel maken. Maar is dat erg? Nee. Hebben we daar genot van? Bah ja. Dus het moet een hobby blijven, want de dag dat het geen hobby niet meer wordt, dan zou ik beginnen met mijn wenkbrauwen fronsen. We zien verhalen genoeg dat het niet meer om de sport gaat, maar alleen om het geldgewin. Voor hun duivenhobby probeert het tandem van vader en zoon uit te gaan van de natuurlijke kracht van duiven. Een duif ondergaat heel wat hindernissen, ook op weerkundig vlak, om op tijd thuis te komen. En die denkwijze zetten ze ook door in de huisvesting van de duiven.
Het oudste hok staat er al meer dan 100 jaar en werd net zoals de andere hokken volledig zelf omgebouwd met recuperatiemateriaal van garagepoorten. Hier zien we het ouderlijke hok van vroeger, dus van mijn overgrootvader. Dat heb ik jaar na jaar aangepast, ook met de poortpanelen, ook qua isolatie dat beter is. Dus boven zitten eigenlijk de jonge duiven, dus die worden daar gespeend. Dus binnenkort begint ook de kweek. Dus de eerste jonge duiven worden daar opgezet. Hier beneden wordt eigenlijk de derde ronde gezet van de duiven. Dat is eigenlijk vooral uit de beste, dat wij denken onze beste duiven, worden die jongen daar opgezet. Hier beneden hebben we ook het vlieghok van de devinnen. Dus dat ook het ding van de natuur. Dus de duiven zitten continu, dag en nacht, ook in het seizoen, zitten eigenlijk buiten in de volière. Ook op de kapjes, wel dat ze niet naar elkaar kunnen kijken, voor het onderling paren tegen te houden. En dan het verste hok, daar hebben we het kweekhok. Dus ook hetzelfde, ook met de natuur terug. Dus alles zit buiten, ook voor de kweek. Dus niets wordt verwarmd of dergelijke. Dus echt buiten met de zuurstof en met de natuur. Van als de jongen eigenlijk op het hok komen, tot na het seizoen, blijft alles zoals dat nu is. Dus dat zijn vensters die daarin zitten, maar dat gaat nooit dicht. Zowel overdag niet als 's nachts niet, ook qua natuurlijke weerstand. En we zien ook, is er wind of is er koude, de duiven zitten effectief in de volière zelf. Dus met de neus eigenlijk in de wind. Naar ons gevoel heeft dat het beste voor ook de weerstand van de duiven te versterken. Hier zitten enkel de duivinnen, de speelduivinnen, waar het ermee gespeeld wordt op de zware halve fond. Hier hebben we het systeem, dus de duiven komen hier binnen. 'S Morgens eten ze hier, 's avonds eten ze hier. En na de vlucht komen de duiven binnen langs hier en gaan dan hierdoor naar het kweekhok. Waar de duiven 's winters een keer gekweekt hebben, middel een duiver, ook voor de motivatie. Dus dat is vooral het belangrijkste aan het systeem. Dat ze weten, dus als ze bij thuiskomst, dat er een duiver klaar zit, dat ze ook gemotiveerd blijven. En dat geeft ook, naar ons gevoel, de beste prestaties voor het seizoen. Hier de hokken hier achter mij. Op elk hok zitten nu 7 duivers. Dus hier, op dit eerste hok, wordt de halve fond gespeeld met die duivers. Hier spelen we met de duivinnen. Ongeveer hetzelfde systeem of hints op weduwschap. Die 3 laatste hokken, dat zijn de hokken voor de duivers, voor de zware halve fond. En we gaan proberen voor de fond, omdat we nu ook de laatste jaren enkele leuke duifjes bijgehaald hebben. De duiven zitten hier dus zomers en 's winters altijd buiten. Terwijl andere liefhebbers hun duiven uit de wind houden en in sommige gevallen zelfs verwarming voorzien, gelooft het duo van der Linde in een natuurlijke aanpak. Dat hebben we van iemand anders ook opgepikt, van zoveel mogelijk naar de natuur terug te gaan en de duiven zo lang en zoveel mogelijk buiten te laten. Dus de natuurlijke weerstand. Tuurlijk, ene keer in het seizoen als ze moeten trainen, dan komen ze wel 's avonds en ook alleen maar 's avonds binnen. 'S Morgens krijgen ze ook buiten eten en blijven ze een hele dag daar. Dus het hok is dan alleen qua motivatie en als slaapplaats dient het hok. Maar anders altijd buiten. En we proberen dat nu op die manier zo te doen. We hebben vroeger, zoals je ziet, nog verwarmplaten gehad. We hebben van alle systemen uitgeprobeerd. Daar zitten zelfs buizen voor verluchting te trekken. Voor vers lucht binnen te trekken, dat hebben we allemaal achterwege gelaten. We proberen nu zoveel mogelijk naar het natuurlijke weer te gaan. Lukt dat? Dat lukt vrij goed. Is dat perfect? Nee, dat zal nog wel een hoop aanpassing vragen. De sterkte van de duivensportsector is dat er enorm veel kennis rondgaat tussen ervaren spelers en nieuwe spelers. Het systeem van Wim en Leni, dat inzet op natuurlijke weerstand, is daar een voorbeeld van. Naast kennis worden ook eitjes en duiven uitgewisseld. De pedigree op het hok van de Van der Lindes werd op die manier opgebouwd rond een aantal stamduiven van bekende duivenliefhebbers, als Gino Klieke en Koen Krukke, maar evenzeer van Wim's LO-collega Luc van Koppenolle. Dat is een van onze toppertjes. Dat is een duifje dat gefokt is van het ras van Koen Krukke, die een vriend is van Leni, samen met een duivin van ons.
En dus, dat is een van onze favorietjes. Die is juist, heeft haar laatste pen verloren. En nu, dus ze was jaarling. We hebben ze stop, ik heb hem ze doen stopzetten uit respect voor dat beestje. En nu gaat ze naar de kweek. Dus de eerstvolgende weken zal zij gekoppeld worden aan een duifje, aan een duiver, weer van Koen Krukke. Waarom? Omdat we proberen zoveel mogelijk de soorten bij elkaar te houden. Doordat wij en de halve fond en de zware halve fond en nu zelfs proberen met de fond te spelen, proberen wij de duiven die we bijgehaald hebben zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Naast duiven vind je bij de Van der Lindes ook paarden. Leni stopte met paardrijden na een pijnlijke val en focuste zich volledig op zijn duiven. Maar vader Wim combineert tot op vandaag beide sporten. Hij houdt zowel van paarden als van duiven. Hij kweekt met beide en maakt graag de vergelijking. Met paarden is het lang wachten. Met een duif na een jaar zie je de prestaties. Hier is dat 6, 7, 8, 10 jaar wachten eer dat we de prestaties van hen kennen. Dat is bijvoorbeeld uit dezelfde moeder, beiden van het Olympisch paard Indiana. Zijn er beiden uit dezelfde familie. België staat synoniem voor duivensport. Duiven van Belgische kwekers zijn gegeerd tot aan de andere kant van de wereld. En de voorbije jaren doen ook de Belgische fokpaarden het bijzonder goed op het Olympische toneel. Ik zie de gelijkenis. Ten eerste, je moet erin geloven. Dus het geloof van de fokker. Ten tweede, je moet op zoek gaan naar het juiste kweekmateriaal, het juiste fokmateriaal, zowel bij duiven als bij paarden. En dan moet je enorm veel geduld hebben. En het is op en neer. Het is afwachten wat de toekomst kan brengen. Maar de gelijkenis is hetzelfde. Olympische overwinningen met paarden van stal Van der Linde en een mooi palmaris in de duivensport. Er is zonder meer talent aanwezig in dit huis. Elke overwinning in het duivenspel is er één geweest van hun tweeën en vooral van hun duiven. Dit jaar won het duo de eerste en tweede prijs op Sermijze. Een vlucht die door slecht weer de boeken inging als een heel moeilijke vlucht. Een paar jaar geleden wonnen ze ook de eerste provinciale prijs op Montluçon. En één van hun duiven eindigde ook 14e op de Pipa-ranking. Uiteindelijk, als ik de duifjes zie komen en als ik zie hoe gemotiveerd dat ze zijn als ze naar huis komen, dat is voor mij al een overwinning. Met een curieus dochtertje op het hok, het duivenseizoen dat weldra van start gaat en twee beloftevolle jumpingruinen in de wei, is de sportieve toekomst van Wim en Leni van der Linde zonder meer verzekerd.